Dat vind ik vies. Sorry. Begin maart. Fantastisch weer vandaag. De hanen vinden er hetzelfde van. Ik ben op weg met de prikstok. Een toertje aan het doen in Lint. Vuil oprapen dat ik tegenkom. Vooral mondmaskers, blikjes, plastic. Er zijn twee dingen dat ik niet meepak. Grote stenen en hondenkaka. Dat vind ik vies. Sorry. Lint is een kleine, gezellige, mooie gemeente. Wat Lint voor mij uniek maakt, is dat mensen op straat hier elkaar nog hartelijk begroeten. Je zou denken dat iedereen het zo wil houden. Gezellig en gastvrij. Het valt niet meteen op, maar wanneer je er goed op let, merk je hoeveel vuilbakken de gemeente heeft geplaatst. Als vrijwilliger help ik graag een handje. Maar één ding snap ik niet. Wanneer je de behoefte van je hond in een zakje hebt gedaan, waarom gooi je dan dat zakje niet in een vuilnisbak? Bijna aan het eind van mijn tocht kom ik aan de AED-studio's in Lint, aan het station. En die studio's hier worden ook gebruikt als vaccinatiecentrum voor Zuid-Antwerpen. Alle mensen tussen 18 en 70 jaar gaan hier op bezoek komen voor hun vaccinatiespuitje te krijgen. Ik denk dat het een perfect moment om aan city of gemeente marketing te doen. Ik wil er alvast mee helpen voor zorgen dat het een propere, vriendelijke indruk is die ze krijgen. Mijn zak is bijna vol. Maar het is ook wel bijna proper.